Chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour fêter nos 30 ans, mais aussi la 20e élection de la voiture de leasing l'année. De verkiezing van de leaseauto van het jaar is voor ons het evenement van het jaar. En het is veel meer dan een autoverkiezing. Ik vergelijk het zelf met een misverkiezing. Het is niet alleen de verpakking die telt, maar vooral de inhoud. Naar Future on Wheels voor de eerste keer. Dat is de Nissan Leaf! Wel deels verrast. Verrast omdat het de eerste keer is dat de Nissan Leaf een lease-prijs wint. Langs de andere kant is natuurlijk de zoveelste prijs na European Car of the Year en World Car of the Year. Is het natuurlijk nogmaals een bevestiging dat de lease natuurlijk de toekomst is. En vandaar ook deze prijsuitreiking als Future on Wheels bij ING Car Lease. De winnaar, eerste plaats, door jullie gekozen als favoriete leaseauto van de afgelopen 20 jaar, is de Audi A80 geworden. Ces atouts, je crois que c'était une voiture qui était une des premières avec la nouvelle technologie TDI à l'époque. Elle consommait pas beaucoup, avait énormément de grosse sécurité, on le voit encore à l'époque. C'était l'ABS qui était mis en avant, l'autocollant qui est derrière. Donc aujourd'hui, c'est de Dofi standaard. À l'époque, on en faisait même la pub, quoi. Le grote winner van de Award 2011 pour de lease auto van het jaar, Jan van Ronen. Oui, c'est... And the winner is de Opel Astra. Opel Astra! De overwinning van Opel Astra vandaag is zeker een verrassing voor ons. Tweemaal na elkaar, in 2009 Insignia, vandaag terug opnieuw Astra. Het vertrouwen van ING Car Lease te kunnen winnen is zeker en vast wel een verrassing voor ons. Ik moet eerlijkheidshalve goed toegeven dat we misschien niet echt verwonderd zijn. Kijk naar de parameters waarmee de juryleden rekening houden. Ze houden echt rekening zowel met de staling van de wagen, met de motorisaties, maar ook met een dealernetwerk. En Opel is een firma die Opel ademt, Opel leeft, waarbij de constructeurs in Rüsselsheim prachtige wagens maken, prachtig imago, hoog kwaliteitsgehalte, de invoerder de wagens met een fleetpak goed in de markt zet en onze dealers het professionalisme verzorgen in de field.